Onze academische werkplaats Transformatie Jeugd, die richt zich natuurlijk op de transformatiedoelen, maar het allereerste doel is veiligheid voor kinderen. In deze werkplaats gaan we 3 projecten gestalte geven. Het grootste project zijn de leerwerkgroepen, die in 3 subregio's zullen gaan draaien. Daarin nemen professionals uit het lokale veld, dan moet je denken aan het onderwijs en het Centrum Jeugd en Gezin bijvoorbeeld, de specialisten, maar ook jongeren en ouders deel zullen nemen om samen aan de hand van exemplarische casussen te gaan kijken wat kun je nou het beste doen in deze situatie. Ik vind de leerwerkgroepen een mooie ontwikkeling en een mooie aanvulling op wat er tot nu toe al gedaan is. Voor mij is daarin belangrijk dat er een steeds meer integrale aanpak rondom kindermishandeling gaat plaatsvinden. Vanaf het moment van signalering tot aan het moment van behandeling. En vanaf opschaling tot afschaling dat je eigenlijk met elkaar die samenwerking steeds sluitender maakt. En wat ik ook wel heel belangrijk vind is, wat voor invloed heeft de oplossing voor de slachtoffers uit de toekomst? Vanavond hebben wij een bespreking gehad van een participatieberaad. Dat is zeg maar een groepje mensen. Een aantal van ons zijn ervaringsdeskundigen. Sommigen zijn ouders. Er zitten ook een paar professioneels bij. En we hebben zeg maar besproken welke punten wij nog veranderd zouden willen zien qua jeugdzorg. We willen samen met elkaar nadenken over wat zijn nou voor ons belangrijke thema's in de aanpak van kindermishandeling. En hoe kunnen wij die thema's gebruiken om in de leerwerkgroepen met de professionals samen te leren. De VU is vooral betrokken via de inzet van studenten. En die studenten gaan meedoen in 2 van de 3 projecten in de leerwerkgroepen. Gaan ze de ontwikkelingen volgen. Maar ook bij de transformatiemonitor gaan we studenten inzetten. En met die transformatiemonitor willen we vooral de veranderingen en de vooruitgang, dus de transformatie, proberen te meten. Willen we kijken van of we dichter bij de door ons gewenste doelen komen. En het allerbelangrijkste doel is natuurlijk inderdaad dat veiligheid voor kinderen bevorderd en bewaakt wordt. De GIPS is een methodiek voor samenwerking van professionals om te komen tot 1 gezin, 1 plan. Bij gezinnen waar sprake is van ernstige en herhaalde kindermishandeling. En de visie erachter is dat je eerst de veiligheid borgt en dan volgt risicogestuurde zorg. En wat we willen is in Haarlem de GIPS ontwikkelen tot een landelijk model.